Hoi, ik ben Pascal Weddersover. Ik ben ook developer bij Kabisa. En de afgelopen 2 jaar heb ik gewerkt aan een Elixir-project. En in die tijd is het project best wel gegroeid en we hebben ook de architectuur is mee geëvolueerd. En vandaag wil ik jullie wat vertellen over hoe die architectuur gegroeid is en de dingen die we daarbij geleerd hebben. Laat ik even beginnen met wat context te scheppen. Deze klant waar wij voor werken, die heet Woender. En zij zijn een logistiek platform. Heel plat gezegd, kun je via het systeem van Woender kun je pakketten versturen. En ze hebben zelf geen vervoerders, dus zij orchestraten echt het delivery proces. Dus de uiteindelijke delivery gaat via carriers zoals PostNL, DPD, DHL, etc. Dit project, nou, de logistics domain, dat zei ik al, dit project is 2,5 jaar geleden begonnen. En in eerste instantie was het gefocust op consumenten. En het idee was dat je dus als consument een pakketje kon sturen naar iemand anders. Dat je kon chatten met de ontvanger van je pakket, et cetera. De enige manier op dat moment om met het systeem te interacteren was via deze mobile apps. Daar heb ik hier 2 screenshotjes van. Dus op dit moment was de rol van de backend eigenlijk vrij beperkt. De backend die had een aantal REST API's voor zaken als het userprofiel updaten. En hoofdzakelijk WebSocket API's voor die chatbots. Dus als je je wilde aanmelden, was je met een chatbot aan het praten. Als je een verzending ging maken, als je een pakketje wilde sturen, ging ik met een chatbot praten. Dus de rol van de backend was echt puur om die frontend van data te voorzien. En om die chatflow te laten werken. De architectuur was eigenlijk heel traditioneel MVC. Als je wat Phoenix tutorials leest, dan zo ziet het er ook ongeveer uit met wat models, views en controllers. En er waren een aantal service modules. Als je het in een plaatje gooit, ziet het er ongeveer zo uit. Aan de linkerkant hebben we de mobiele apps, die via REST en WebSockets met de backend praten. En in de backend is eigenlijk vrij simpel. Je hebt je router, controllers, views, templates. En in de meeste gevallen praten de controllers rechtstreeks met de repository om wat data op te halen of weg te schrijven. Nu ook een aantal services, zoals ik zei. En die services waren vooral gebruikt op het moment dat, dat de business logic over meerdere modellen heen ging. Dus dan werden dat soort logica werd in die services geïmplementeerd. Geen models? Sorry? Geen models? Ja, models. Uit de repo komen de models terug, ja. Ah, okay. Ja. En dit werkte op dat moment vrij goed. De applicatie was toen nog vrij simpel. De hoeveelheid business logic was ook eigenlijk vrij beperkt. Maar over tijd is wel het een en ander veranderd. Ten eerste, de business is behoorlijk veranderd. Dus waar eerst de focus heel erg op consumenten lag, is het bedrijf zich gaan focussen op de businessmarkt. En die markt heeft natuurlijk hele andere, de mensen in die markt, de klanten in die markt, die hebben hele andere requirements. Een businessgebruiker die vele honderden pakketten per dag verstuurt, vele duizend pakketten in sommige gevallen, die wil natuurlijk niet met een chatbot gaan kletsen om een pakketje te versturen. Dus de requirements veranderen heel erg. Die business users die willen API's, via API's willen ze pakketjes kunnen versturen. Die willen integraties met externe systemen, bijvoorbeeld met webshops, waar ze orders aannemen die verzonden moeten worden. Ze willen zaken in bulk doen, hè, want ze versturen zoveel pakketten. Dan wil je gewoon in één keer 50 pakketten tegelijk kunnen boeken. Dus dat betekent wel wat voor het systeem. Wat er ook ging gebeuren is dat we functionaliteit die al via die chatbots exposed was, moest ook via andere kanalen exposed gaan worden. De chatbot die deed al het een en ander en eigenlijk diezelfde functionaliteit moest ook via API's en via web UI's gaan exposen. Dan moet je wel het een en ander gaan doen aan het systeem om dat mogelijk te maken. Gezien de architectuur, zoals ik al zei, die waarde die vrij eenvoudig was en rechtstreeks met repositories praten. Dus we zijn begonnen met de architectuur wat te evalueren. En de eerste stap was dit. Maar zoals je ziet aan de linkerkant zijn er wat kanalen, wat inputkanalen bijgekomen. Waarbij we externe systemen hebben die via REST API's met de systemen gingen praten. En ook webinterfaces waarmee eindgebruikers gingen interacteren met het systeem. We hebben nog steeds gewoon de routers, controllers, de views en de templates. Maar op dit moment kregen we steeds meer services. We kregen steeds meer business logic. En die services die boden echt interne API's aan die gebruikt konden worden in de controllers.
En dat ging echt veel meer op business level, zeg maar. Dus geen rechtstreekse repositories vanuit de controller, maar meer echt domeinfuncties. Ik wil iets boeken, ik wil tarieven krijgen. En die services, dat waren echt top-level APIs, simpele APIs. En de business logic die zat daarachter mooi geabstraheerd. Ook wel belangrijk is om te noemen, ik heb hier gezet, op dit moment is er nog één Mix-app. Als je een beetje bekend bent met Elixir, Mix is de build tool dependency manager van Elixir. Op dit moment was het allemaal nog één Mix-applicatie. Het draait ook allemaal binnen één operating system proces. Nou, daar zijn we op een bepaald moment naartoe gegaan en vervolgens ging het systeem nog verder evolueren. We werden steeds groter, er kwam steeds meer functionaliteit bij en we voelden de noodzaak om het systeem nog verder op te gaan splitsen. En op een bepaald moment hebben we het project opgesplitst in umbrella apps. En een umbrella app in Elixir is een structuur waarbij je in de root van je project heb je een mixfile en vervolgens krijg je verschillende applicaties. En dat kunnen er zoveel zijn als je wilt. En elke applicatie heeft zijn eigen mixfile, zijn eigen dependencies. En op het moment dat je van de ene applicatie naar de andere applicatie wilt gaan communiceren, dan moet je ook intern binnen je eigen applicaties moet je dependencies gaan uitdrukken. En dat maakt dus dependencies tussen verschillende stukken van je systeem heel expliciet. Nou, wat er dan gebeurt is dat je heel expliciete APIs intern gaat krijgen. En op het moment dat je dus dependencies gaat leggen in je interne systeem, dan word je daar heel erg bewust van. Want dat proberen we te voorkomen. Hè. We willen dat de stukjes van het systeem eigenlijk heel geïsoleerd zijn. Dus dat we moeten tarieven opvragen voor pakketten, we moeten pakketten boeken, we hebben administratie, we hebben facturatie, reporting. En dat zijn allemaal dingen die we eigenlijk liefst zo geïsoleerd mogelijk willen houden. En dat willen we omdat het systeem steeds groter wordt en het systeem is gewoon te groot voor één persoon om helemaal in je hoofd te houden. Maar een klein stukje kun je prima bevatten. En op het moment dat je je code ook zo gaat modelleren, dan wordt het eigenlijk heel makkelijk om over die kleinere stukjes van je systeem na te gaan denken, om daarover te praten. Dus eigenlijk zijn we onze code zo gaan modelleren als dat we erover wilden praten. En dat maakt heel veel dingen een stuk makkelijker, ook als je met de business praat. Nou, elke applicatie kreeg ook zijn eigen set aan modellen. In de vorige setup, ik zei al, het systeem verstuurt pakketten. En we hadden dus een shipment model, dat was een van de belangrijkste models die we hadden. En zo'n shipment kon zich in allerlei statussen bevinden. Dus het begon als een draft, je was nog de zending aan het maken. Uiteindelijk is die zending geboekt bij een vervoerder. Maar dan is hij nog niet verstuurd. En op een bepaald moment wordt hij opgehaald of wordt hij bij een parcel shop gebracht. En dan gaat hij echt het logistiek proces in. Krijg je track and trace informatie. En het zijn allemaal verschillende statussen waarin zo'n shipment zich kan bevinden. En toen het systeem nog gewoon één groot systeem was, had dat model had dus allerlei velden die alleen maar van toepassing waren in een bepaalde status. En dat maakt je code heel ingewikkeld, want op elk moment moet al je code moeten rekening mee houden dat die shipment of dat model zich in een bepaalde status kan bevinden. Hè. Bepaalde veldjes die mogen alleen maar gebruikt worden in een bepaalde status. Dat wordt heel ingewikkeld. En bij deze setup, waarbij dus elk stukje van het systeem is onderverdeeld, krijg je heel gefocuste modellen. Dus op het moment dat zo'n shipment nog een draft is, dat je hem nog aan het maken bent, hoef je niks te weten over track and trace of over facturatie, want dat speelt nog helemaal niet. Dus elk model is veel meer gefocust, heeft puur de velden die je nodig hebt in een bepaalde context van je applicatie. Ja, dus op een bepaalde manier zou je kunnen zeggen dat we een soort microservices approach gebouwd hebben. Maar zonder de networking overhead. Dus als je bij traditioneel microservices is elk stukje in je systeem is echt een apart proces. Misschien zelfs wel geschreven in een andere programmeertaal. Vaak ook op aparte processen die achter een load balancer draaien. Maar in ons geval hebben we de systeemarchitectuur van microservices, maar dan allemaal binnen één grote Elixir applicatie. Als je dat in een plaatje zet, dan ziet dat er ongeveer zo uit. Het is een iets ander plaatje nu, maar aan de linkerkant zie je een mix-applicatie. Dat is de webapplicatie. Dat is het Phoenix-project. En daar zitten eigenlijk alleen maar de router-controllers en de views en de templates in. En vervolgens hebben we een x-aantal mix-applicaties in het project. Die dus zo'n klein stukje van het hele domein modelleren. Dus we hebben een applicatie voor boeking, omdat dat je die shipment daadwerkelijk wil gaan boeken bij een vervoerder.
We hebben rating op het moment dat je tarieven wil krijgen voor een pakket dat je wil gaan verzenden. We hebben billing, reporting, et cetera. En de controllers die mogen alleen maar praten met de top-level API's van elk van die applicaties. Dus het enige wat je hier kan doen, je kan zeggen, geef mij tarieven voor een verzending van A naar B, bijvoorbeeld. Of, hey, ik wil nu een draft gaan maken van hier naar daar en ik wil die updaten, et cetera. Hele simpele API's. Als je microservices zou praten, dan zou je op deze plekken zou je REST endpoints hebben, waarbij je een post of een put of een delete zou kunnen doen. Zo moet je het een beetje zien. En alle domeinlogica, persistent, het allemaal daarachter. En aan de voorkant weet je helemaal niks van. Je praat alleen maar over domeinobjecten. Het zou kunnen, in sommige gevallen zijn er dependencies. Dus als booking iets wil weten van rating, een beetje slecht voorbeeld, maar het zou kunnen. Dan moet je dus ook echt een dependency leggen in je mixfile. Dat je zegt van oké, mijn booking applicatie die depend op de rating applicatie. Dus wordt echt super expliciet op het moment dat je dependencies krijgt. En dat probeer je dus ook zoveel mogelijk te voorkomen. Ja, zeker. Je hebt hier verschillende mix-apps, maar je zit geen HTTP tussen. Het zijn allemaal gewoon normale functiecalls. Ja. En de meeste, en iedere app heeft zijn eigen dependencies. En de meeste systemen, als je dependencies hebt van bijvoorbeeld verschillende versies, ja, dan valt het systeem op. Ja. Dan zeg je van, ja, je hebt deze klas al, dus ik kan... Ja, dat is ook wel het geval hier inderdaad. Ik kom daar dadelijk op terug. Ik heb een lijstje dadelijk met de voor- en nadelen hiervan. En dat is wel een van de nadelen inderdaad. Maar daar zal ik zo meteen op terugkomen. Ik dacht misschien kon het niet lekker, maar dat... Nee, helaas. Nee. Ja, ik kan het niet vertellen. Maar uiteindelijk zeg maar alle dependencies. Hè. Dus je hebt ook in de root heb je ook één mixfile. En in die root mixfile dan moet je zeggen, oké, dit zijn mijn applicaties. En uiteindelijk als je mix install doet, dan of mix tabs get, dan gaat hij de hele dependency tree gaat die resolven. En dat betekent dat als deze applicatie een bepaalde library gebruikt, en die ook, maar het is een andere versie, dan gaat hij natuurlijk kijken naar die Samver ranges en dan gaat hij een compatible versie proberen te vinden. Maar je kan niet zeggen, ik gebruik hier Phoenix 0.1 bij wijze van en 1.2. Dat gaat niet. Dat moet wel kunnen convergeren naar een versie die dus voor alle applicaties gangbaar is. Dat is een beetje een nadeel, tegelijkertijd is het ook wel heel vervelend als je aan deze applicatie aan het werken bent en je hebt ineens een hele andere versie van je library. Maar af en toe kan het vervelend zijn. Ja. Ja. We hebben een aantal regels om dit allemaal in goede banen te leiden. En de belangrijkste regel eigenlijk is explicit contracts. Dus die top-level API's, wat ik zei, die elke applicatie aanbiedt. Het is heel belangrijk dat die goed gedocumenteerd zijn en dat die duidelijk zijn. We gebruiken daar ook TypeSpecs bij en Dialyzer. Met TypeSpecs kun je in Elixir aangeven welke types je functie ondersteunt. Dus welke argumenten, welke types die hebben en de return values. En met Dialyzer kun je dan ook daadwerkelijk checken dat je ook die juiste types gebruikt. Als je een static type system gewend bent, dan is dit dat niet. Maar dit helpt wel. Dus als je... Er zijn dingen die Dialyzer niet kan vinden, maar het is beter dan niets. En het dient ook natuurlijk als een stukje documentatie. Zo moet je het zien eigenlijk. Ook heel belangrijk, we hebben alleen maar plain structs, dus geen ecto-models. Als je een beetje bekend bent met Ruby on Rails bijvoorbeeld, daar probeer je ook vaak als je dit soort architecturen gaat maken om je active record modellen ergens diep in het systeem te houden. En doen we hier ook met ecto. Dus we laten op die top-level API's worden alleen maar met normale platte structs gepraat. En de reden daarvan is dat het dat ook heel makkelijk maakt om je systeem aan te passen. Misschien nu komen die modellen of komt de data uit een database. Maar de architectuur is ook voorbereid dat op een bepaald moment misschien een klein stukje, bijvoorbeeld die booking applicatie, dat die in een andere programmeertaal gebouwd wordt of een andere fysieke service gebouwd wordt. En dan komt die data niet meer uit de database. Als je dus nu al gewoon met plain structs werkt, dan kun je dat soort dingen ook gewoon heel makkelijk inpluggen. Het maakt dus niet meer uit waar je data vandaan komt, de shape van de data, dat is waar het om gaat. Uiteindelijk maak je wel in de dus als je hier in het plaatje kijkt, dan gaan zeg maar, hier over de lijn gaan alleen maar platte structs. En uiteindelijk ga je die wel opslaan, dus ga je wel wat die data mappen naar een ecto-model. Het is wel ook vaak zo dat die ecto-models, die zijn ook zo gemodelleerd dat het goed in je database past. Hè. We gebruiken Postgres in ons geval. Dus op het moment dat je relaties hebt bijvoorbeeld, dan ga je dat modelleren dat goed in je database past. Maar dat is niet noodzakelijk het model dat je in je applicatie wil werken. Dus dat is ook wat hier gebeurt inderdaad.
ja, dit is een regel niet per se van toepassing op deze architectuur, maar iets wat we in het algemeen wel volgen. En dat is dat we de domain logic eigenlijk willen scheiden van die persistence, wat ik eigenlijk net ook al zei. Dus die domain logic die werkt met die platte structs en uiteindelijk wordt het een keer opgeslagen en dan wordt het gemapt naar actor models. En dat maakt het dus ook weer heel makkelijk eigenlijk om je domein logica te testen, want het is allemaal gewoon pure code, input, output. Interne communicatie, dus op het moment dat we dependencies hebben tussen de applicatie, proberen we zoveel mogelijk te voorkomen. Als het nodig is, dan proberen we dat te modelleren via events. Met events, want met events kun je toch een vorm van communicatie hebben, maar op een hele loosely coupled manier. En we gebruiken daar de Elixir Eventbus Library voor. Dat is een hele simpele Eventbus Library. Het is een in-memory Eventbus. We hebben daar zelf een hele dunne abstractie omheen gelegd. Dus in het systeem publiceren we gewoon events. En die worden via een abstractie worden die op de Elixir Eventbus gegooid. En op een bepaald moment zouden we die dus ook heel makkelijk kunnen vervangen door een Redis of een RabbitMQ, wat ja, net wat nodig is. Op dit moment werkt die in-memory Eventbus prima, omdat we gewoon maar één instantie hebben draaien ook van de applicatie. Events zijn ook gewoon Elixir structs, ook met TypeSpecs, dus dat is ook weer een stuk documentatie. Ja, en het is heel makkelijk communiceren via die events. Events kun je publishen op een topic. Bijvoorbeeld op het moment dat er een pakket geboekt wordt, dan wordt er een ship and booked event gepubliceerd op het ship and booked topic. En consumers die daar geïnteresseerd in zijn, die kunnen zich subscriben op topics. Dat kan op specifieke topics zijn, bijvoorbeeld de billing module, die kan zich subscriben op shipment booked, want die wil graag weten, oké, er is nu een shipment geboekt, die moet ik gaan factureren. En die luistert bijvoorbeeld ook naar shipment cancelled, en dan moet hij weer een credit gaan toepassen. Maar je kunt ook via wildcards, kun je ook luisteren op alle events, als je bijvoorbeeld reporting hebt en je wilt alle events wegschrijven, of alle events van een bepaald type. Je zou kunnen denken dat je resource dubbele punt deleted of zoiets hebt als event kies. En ik heb ook gezegd, ik ben geïnteresseerd in alle deletes in het systeem. Dus heb je heel veel flexibiliteit om dat te modelleren. Een ander dingetje wat we nog gedaan hebben, wat denk ik wel leuk is om te noemen, is we hebben binnen onze ene Elixir-applicatie hebben we twee Phoenix-applicaties. Namelijk een admin-applicatie. Voor de customer service onder andere van het bedrijf. En we hebben de user portal voor de eindgebruikers van het systeem. En als je dus in dat plaatje kijkt, zijn dat gewoon twee aparte applicaties. Ze gebruiken allebei Phoenix, hebben allebei hun eigen controllers, eigen templates, eigen layouts, etc. Maar ze gebruiken, en dat is het grootste verschil, ze gebruiken andere interne API's. Van een administrator, een admin of een customer service persoon mag natuurlijk heel andere dingen doen met het systeem dan een gebruiker. Een gebruiker mag alleen met zijn eigen data werken. Een administrator mag meestal over veel meer data heen. Ja, en daarnaast hebben ze ook andere routes, heb ik andere layouts, ziet er allemaal anders uit. Dus het was eigenlijk heel mooi om dat ook gewoon in aparte applicaties te kunnen modelleren. Ook weer een beetje voorbereid dat je op een bepaald moment die ene applicatie eruit zou kunnen trekken en helemaal los zou kunnen zetten. Om dat te laten werken ook wel belangrijk, er zit een proxy plug voor. Dat is eigenlijk een heel simpel, elke HTTP-request die binnenkomt, die gaat eerst naar die proxy toe. En dat is eigenlijk ook gewoon een plug, Phoenix-applicatie, een hele kleine Phoenix-applicatie. En het enige wat hij doet is, die kijkt, is het een slash admin pad? En dan wordt die doorgeroute naar de admin. En is die anders, dan gaat het naar de end-user-applicatie. En die applicatie zelf, die weet het niet beter. Dus het is gewoon een normale Phoenix-applicatie. En die krijgen gewoon de juiste requests binnen. En kunnen die dan afhandelen. Iets wat we ook gedaan hebben, is elke applicatie die je daar zag, die heeft ook zijn eigen Ecto-repository. Niet alle applicaties hebben dat, maar alle applicaties die data moeten opslaan, die hebben een eigen Ecto-repository. Ook dat is weer fijn vanwege isolatie, want dan heeft ook elke applicatie heeft gewoon zijn eigen migrations en is ook gewoon de eigenaar van dat schema. In Gotcha, waar wel een bepaalde mensen tegen aangelopen, is dat Ecto die wilt per se dat je voor elke OTP-applicatie een eigen connection pool hebt. We hebben volgens mij inmiddels een stuk of 15 applicaties, denk ik, 10, 15 applicaties. En dat betekent dus dat die allemaal een eigen connection pool hebben en dat je dus best wel veel connecties naar je database gaat openen zonder dat je dat merkt. En zeker als je op AWS met RDS deployt, voor onze testomgeving hebben we daar hele kleine RDS-instanties, dan ga je heel snel over de limieten heen. De workaround of oplossing die we daarvoor hebben is dat voor de grotere applicaties die veel data wegschrijven, die hebben nog steeds hun eigen repository met hun eigen connecties.
En voor de wat minder belangrijke data hebben we één shared repository gemaakt. Dus dat is eigenlijk ook gewoon een applicatie binnen het systeem, waar dan die andere applicaties weer op kunnen dependen om hun data weg te schrijven. En die delen dan ook een connection pool. Ja, op het moment dat je low volume hebt, is dat niet zo'n probleem. Als je wat meer volume gaat doen, dan wordt dat waarschijnlijk wel een keer een probleem. Maar dat moeten we dan maar oplossen. Ja. Was het eigenlijk ook niet mogelijk dan om voor uw testomgeving kleinere pools in te stellen? Ja, dat ook. Hè. Maar op een bepaald moment hadden we wel zoiets van, oké, als we zo doorgaan, hè, want we bouwen steeds meer applicaties bij, dan gaat het op een bepaald moment gaat het wel onhoudbaar worden. Hè. Dus daarom heb ik gezegd, dat we dan bepaalde low-volume data, bijvoorbeeld de user preferences, dat zijn een paar key values per gebruiker, nou, die zitten dan in zo'n shared repository. Ja, om in ieder geval te zorgen dat we dus... dat we daar bewust mee omgaan, dat we niet dadelijk op 500 connecties zitten, zeg maar. Nou, dan in het algemeen, de voordelen die we hier mee krijgen, is dat het systeem, de architectuur, het eerste punt dat we heel makkelijk over stukjes van het systeem kunnen gaan praten en denken. Dat je dus niet constant het hele systeem in je hoofd hoeft te houden. Dat werkt best wel lekker, dus op het moment dat je met rating bezig bent, met tarieven, dan kun je gewoon lekker in die rating applicatie werken en heb je helemaal geen last van de rest van het systeem. En dat is echt heel fijn. Nou, in het algemeen, de pure domain code testen is natuurlijk veel makkelijker dan de... in het algemeen, het testen wat makkelijker, doordat we die domeinlogica zo scheiden en puur houden. Dus die domeinlogica die kun je heel makkelijk testen. En ik denk het belangrijkste punt, wat ik misschien als eerste punt moet zetten, is dat de architectuur heel schaalbaar is. En dus op het moment dat we meer functionaliteit gaan bouwen, simpel, meer applicaties. En alles is mooi losgekoppeld en de dependencies zijn super expliciet. En het grappige is ook, als je naar het plaatje kijkt, nu is het zo dat het allemaal binnen één Elixir-proces draait uiteindelijk. Maar in de toekomst, als we ook technisch moeten gaan schalen, als één node het niet meer gaat trekken, dan kunnen we ook gebruik gaan maken van de Elixir-clustering functionaliteit. En dan kunnen we zeggen, nou die booking applicatie die is heel resource intensive of zo. Nou, daar gaan we meerdere instanties van draaien. Maar die, ik weet niet, billing, dat is iets wat veel minder resources gebruikt. Nou, dan laten we er één van draaien. Dat kun je heel mooi gaan schalen zonder dat wij onze architectuur nog hoeven aan te passen. En je zou je zelfs kunnen bedenken dat, stel nou dat die rating op een bepaald moment een performance bottleneck wordt, dan kun je de interne API, die zegt van, doe mij tarieven voor van hier naar daar, die interne API kunnen laten bestaan, maar in plaats van dat je function calls gaat maken je domein in, kan je een REST call maken naar een andere service die misschien een andere programmeertaal schrijft. En de rest van de applicatie hoeft er niks van te weten, want de architectuur is gewoon zo opgezet. Ik denk dat echt het grote voordeel is dat we gewoon door kunnen blijven bouwen en dat we op die manier die complexiteit gewoon kunnen beheersen. Nou ja, het is ook niet zonder nadelen. Er zijn ook wat uitdagingen. Een belangrijk punt, denk ik, is dat integration tests. Ik denk dat die in het algemeen heel belangrijk zijn, maar met deze architectuur wordt het wel nog belangrijker. Je kunt met unit tests binnen die kleine applicaties kun je heel ver komen, want dan heb je een hele hoge mate van zekerheid dat die applicaties op zichzelf dat die werken. Maar dan heb je nog geen zekerheid dat het hele systeem ook netjes met elkaar geïntegreerd werkt. Dus die integratietest wordt echt heel belangrijk, vooral om dus die integratie tussen die applicaties te testen. Hè. Dus stel dat ik zo'n shipment boek en er wordt een event gegooid, gaat die billing dan wel op het juiste topic bijvoorbeeld luisteren. Hè. En je unit test, dan ga je gewoon een event gooien op het juiste topic. Maar je wilt wel weten dat allemaal aligned is. Dus die integration tests, die worden echt super belangrijk. Voordeel is wel, je hebt er ook niet zo heel veel nodig. Tussen je apps. Ja. In je app. Ja, precies. Dus in je app, tussen de apps. Ja. Ja. Reception. Ja. Ga je dan eigenlijk je controllers testen op dat niveau of kan je toch een laagje dieper nog om? Het kan op verschillende niveaus zijn. Dus je kunt testen schrijven voor meer zeg maar, vanuit je user interface en vanuit de gebruiker geredeneerd. Dat je gaat zeggen van nou, ik ga naar mijn weet ik veel, indexpagina toe, ik klik in nieuwe shipment, et cetera. Op dat level kun je testen. Maar je kunt nog wel een niveau dieper testen. Dus als je naar het plaatje kijkt. Je kunt ook hier je testen gaan schrijven. Hè? Dus waarbij je zegt van oké, ik ga hier een test schrijven en ik ga hier die booking API ga ik aanroepen. En dan verwacht ik dat er ook een factuur wordt bijgewerkt in mijn billing systeem. Dus dat hoeft niet helemaal aan de buitenkant te zijn vanaf je gebruiker gezien. Dat kan ook hier zitten.
Ja, een ander nadeel is wel dat het systeem in zijn geheel, dus die kleinere units, die worden eigenlijk heel eenvoudig. Maar het systeem in zijn geheel wordt wel wat complexer, want je moet veel meer gaan nadenken over oké, welke dependencies heb ik in mijn systeem, hoe werken al die kleine applicaties samen. En vaak ben je daar niet mee bezig, dus dat is nog steeds wel een voordeel, hoor, dat je gewoon geconcentreerd kan bezig zijn met zo'n klein stukje, maar je moet ook af en toe wel eventjes over het grote plaatje blijven denken. Dus ja, dat is absoluut een trade-off, maar ik denk wel dat zeker nog steeds waard is. Maar absoluut iets wat je niet uit het oog moet verliezen. Ander dingetje is dat die isolation die we graag willen hebben, die kun je eigenlijk niet afdwingen. Dus wat ik zei, elke applicatie heeft die top-level API. Maar uiteindelijk, er is in ieder geval in Elixir, is eigenlijk niks waarmee je ook wat ervoor zorgt dat je ook echt wel alleen maar die publieke API kan aanroepen. Op het moment dat je echte microservices hebt en je communiceert via REST, dan is er een hele duidelijke boundary. Dan kun je alleen maar die API's aanroepen. En nu kan het best wel zo zijn dat je per ongeluk een of ander functie of type gebruikt die niet in die publieke API zit. Ja, daar moet je echt voor uitkijken. Dat kunnen we op dit moment alleen maar afdwingen door daar in code reviews goed op te letten. Ja, dus het zou welkom zijn als er iets was om dat wel af te kunnen dwingen. Het is wel redelijk goed te doen in code reviews, maar je moet goed opletten. Dat is wel zo. Ja, dus alleen die top-level modules, die zijn publiek. Die zien we als publiek. Je hebt geen private of protected modules. Nee. Dit is nog wel een leuke gotcha. Eigenlijk een umbrella-project die deelt dus één build directory. Dat betekent dus ook dat al die dependencies uiteindelijk in dezelfde build directory terechtkomen. Dat je dus ook moet uitkijken met de dependencies die je hebt. En nog iets anders, zodat ze dezelfde build directory gebruiken, kan het dan eens voorkomen dat je een issue krijgt. Zeg dat applicatie A op applicatie B depend. Of nee, die dependency niet heeft, maar toch een functiecall gaat doen naar applicatie B. Dan wil het wel eens zo zijn dat gewoon werkt, doordat die applicaties al een keer gecompiled zijn. En dat ze diezelfde build directory delen. En dat merk je dan pas op het moment dat je een keer een clean build doet. En dat zijn wel van die vervelende issues waar je tegenaan loopt. Dat kun je ook alweer redelijk makkelijk ondervangen door een CI zonder caching te builden. Dat is dan weer een nadeel dat dan je testen toch best wel traag gaan worden. Dus het is wel een dingetje waar je even rekening mee moet houden. Maar ook dat is weer iets waar je in code reviews wel gewoon op kunt letten. Nou, dat was het. Ik zou op zich nog wel een uur kunnen doorgaan, want heb ik nog veel meer geleerd. Maar ik dacht, dit zijn wel interessante dingen, denk ik, die we in de afgelopen 2 jaar geleerd hebben. En ik weet zeker dat er nog veel meer van dit soort dingen gaan komen. Nou, en dan kijk ik naar uit, want het is heel leuk om zo met je architectuur bezig te zijn. En that's it. Misschien nog vragen? Sorry? Ja, ik zat er net aan te denken. We hebben een aantal property-based testen, maar ik heb ze niet geschreven. Wat wil zeggen dat in de laatste 2 jaar er ook niet heel veel zijn bijgekomen. Dus er zijn er volgens mij een paar en ik zal daar eens even opzoeken wat het precies is. Maar niet veel inderdaad. Ik heb niet geschreven, ik heb het zelf niet gedaan. Ja. Dat is al een tijdje geleden. Ja. Kijk, ik denk ook, we hebben heel veel functionaliteit waarbij je gaat checken wat er gebeurt in bepaalde states en zo. Hè. En dat is vaak veel minder variatie in. Hè. In een bepaalde state moet er iets gebeuren. En dat is niet zo heel interessant te testen dat in misschien andere 4 states wat hij dan doet, want dat is gewoon niet geldig. En dus bij heel veel van dat soort testen zijn die property-based tests niet zo interessant. Maar ja, ik zal daar eens even opzoeken naar waar we het wel voor gebruikt hebben. Maar het is niet ook bij mij iets wat direct wat ik altijd zo top of mind heb van oké, ik kan een property-based test schrijven. Ik weet het. Dat is eigenlijk voor simpele mappings. Eigenlijk. Dat is een 1-model, een 1-plaats. En dan mappen dan een ander struct die heel veel dezelfde data heeft. Maar dan een net iets ander vorm. En die test kijkt dan van die input verwacht ik dat die hier de output op deze plaats staat, zou ik zeggen. En met allemaal random input. Was ik meer om een gevoel te krijgen van die property based test, dus ik weet niet zeker wat eigenlijk een goede use case is. Ja. Ik heb nog een vraagje over je had over een shipment model, de status daarvan. Mm-hmm. Doe ik ook wel wat met e-commerce en dan zie je vaak dat met die status heel goed gevolgd wordt. Dat het eigenlijk gewoon een veldje in de database is. En als systeem met meerdere klanten erin, dat niet, vaak niet helemaal duidelijk
nu iets in een bepaalde situatie komt of wat er nou precies gebeurd is. Dan hamer ik altijd op dat je meer ja, dat je events hebt, dat je events ook opslaat in de database en dat je eigenlijk vanuit die events je status gaat bepalen. Ja. Dat is een beetje meer richting functioneel programmeren werkt, maar dan is het eigenlijk in de database. Zeg maar. Ja, ik denk wel ook onze states zijn wat dat betreft vrij beperkt en we hebben het systeem ook al zo gemodelleerd dat er eigenlijk een heel natuurlijk verloop van die statussen is. En sterker nog, dat uitzicht bijna, of in veel gevallen niet eens in één statusveldje. Maar je moet het een beetje zo zien, op het moment dat je een pakket gaat boeken, dan lees je een beetje in die boeking-applicatie en dan is het een draft. En in feite, zolang die in die boeking-applicatie zit, is het een draft en er is niks anders. Op het einde, zeg maar, in die flow, dan ga je zo'n shipment ga je boeken, dus dan wordt er een label aangevraagd bij een vervoerder, en dan wordt die boekt. En dat is het. En dan ga ik naar de volgende fase toe. En de volgende fase is dat je de pakket klaar moet gaan maken, en dat is dan weer de preparation applicatie. Wat je daar gaat doen is, dan ga je je label ga je uitprinten op je doosje plakken en zo. Maar er zit eigenlijk maar vrij weinig status in, althans, er zitten binnen je applicatie, binnen die kleine stukjes. Ja, als je kijkt naar applicatie Magento, of hoe komen we dat iets, dan heb je nog niks geprogrammeerd. Ja. Ja, maar het is wel een ding, we gaan er wel inderdaad heel, heel voorzichtig mee om, inderdaad, een nieuwe status. Hè. Onze klant heeft ook al vaak, oh, hier moeten we een status voor hebben. Nou ja, dat is wel iets waar je meer uit moet kijken, inderdaad, want uiteindelijk krijg je een kerstboom waar niemand meer wat van snapt. Ja, ja. Als eerste antwoord is dat heel goed, en dan kun je nog een paar keer vragen, weet je het zeker, weet je het zeker? En, ja. Ik denk dat je dan tot een goed systeem komt uiteindelijk. Dus maar was hier nog een vraag? Ik had een vraag. Zijn er veel mensen die aan dit project werken? Zijn er ook verschillende teams die aan deze applicatie werken? Ja, dat heeft een beetje gewisseld over de afgelopen 2,5 jaar. Op dit moment werken er 5 mensen aan. Dus niet zo'n heel groot team nu. Maar dan nog steeds, omdat de applicatie zelf best wel groot is, merken we zelf wel gewoon heel veel voordeel eraan. Dus wat ik zei met het domein is heel erg, of de code is heel erg gemodelleerd naar het domein. Dus als we met onze klant praten, dan praat dat heel makkelijk. En ook gewoon voor jezelf, als je bezig bent, als je aan het werk bent, dan is het gewoon, ja, weet je bent heel gefocust bezig. En ik denk wel ook dat als je teams groter worden, dat het daardoor ook weer makkelijker wordt. Dat is natuurlijk ook een reden waarom vaak mensen microservices gaan gebruiken, omdat je met grote teams tegelijk wil werken aan één groot probleem. En ik denk dat je hiermee een beetje dezelfde voordelen krijgt. Niet allemaal, maar een deel van die voordelen en met ook een kleiner deel van de nadelen. Microsoft. Je kan volgens mij redelijk simpel naar Microsoft. Ja, ja, ja. Ja. Je plakt wat restdingen tussen. Ja. En je splitst de apps. Ja. Dat, ja. Heeft het verder veel voordeel ten opzichte, stel je had het een Ruby on Rails gebouwd en je hebt die wijzigingen die je in die 2,5 jaar gedaan hebt, was je dan vastgelopen of was het veel beter geweest? Ik denk dat ik in Ruby on Rails ga je hier ook wel naartoe gaan. Althans, het is een mogelijkheid. En, ja, in feite is er niet echt iets unieks aan Elixir hier in dit geval. Een standaard object die je normaal in een MVC-framework gewoon. Ja, kijk, ik denk in Ruby on Rails begin je ook heel vaak je applicatie net zoals deze begonnen is, hè, met een paar models en wat controllers. En dat is ook vaak die frameworks zoals Ruby on Rails en Phoenix doet het ook wel een beetje. Als je die guides leest, die doe je ook heel erg in die richting. En dat werkt ook wel tot een bepaalde grootte van je systeem. En op een bepaald moment dan heb je gewoon veel meer behoefte eraan om dat domein te modelleren. Zeker als je team of als het project groter wordt. En de snelheid? Maar de snelheid. Is het echt veel sneller met dezelfde CPU? Ja, het ligt denk ik ook een beetje aan de context die je hebt. Want als je het bijvoorbeeld met Java of zo vergelijkt, dan is het niet zo indrukwekkend. Vergelijk je het met Ruby, dan is het wel echt een stuk performanter. Het ligt ook een beetje aan wat je doet. Hè. Dus als je hele CPU-intensieve dingen doet, daar ligt het dan maar niet zo goed in. Tenminste, als je het vergelijkt met een Java of een C++ of zo, zeg maar. Maar je kunt wel heel veel dingen parallel doen. En je kunt heel veel dingen parallel doen zonder je code daar heel veel voor hoeft aan te passen. Doordat alles stateless is. Althans, dat alles immutable is eigenlijk. Ja. Nou, ik vraag me af of de trade-off ten opzichte van traditioneel microservices, waar je dan gewoon extra instances gaat opspinnen. Als dat allemaal goed geschreven is, dan heb je eigenlijk die parallel heb je ook weinig last van. Ja, ik denk, kijk, uiteindelijk zou je hier ook naar meer microservices, naar echte microservices toe kunnen gaan. Maar dat zou ik dan wel pas doen op het moment dat je echt een groter team hebt. Ja, want dan ga je ook gewoon meer overhead krijgen en complexiteit in je deployments en zo. En dat is met een team van 5 is dat het niet waard.
Heb je een team van 50, nou, dan worden dat soort dingen het wel waard. Kijk, het is nou ook allemaal in één repository, hè, en dan wil je het ook misschien gewoon aparte repositories hebben en zo. Ja. Oh, wat gaaf. Ja. Ja, dus het is uiteindelijk gewoon één repository. Wat ik zei, in de root heb je die mixfile en dan heb je een apps directory met al die applicaties erin. En de dependencies en zo. Ja. Dus uiteindelijk draait dit gewoon, dat hele plaatje net zag, het draait gewoon in één operating system proces. En zelfs wat ik zei, we hebben die meerdere webapplicaties, maar uiteindelijk is er maar één HTTP-poort zeg maar, alle requests binnenkomen en dan intern worden ze geroute naar de juiste webapplicatie. Dat is wel het mooie daarvan, hè? Want die webapplicaties die zijn echt gewoon normaal. Er zit iets voor, maar je zou het wat ervoor zit ook weg kunnen halen en die aparte applicaties weer apart neer kunnen zetten. En, ja, zonder dat je daar verder aan de applicatie iets aan hoeft te veranderen. Ja. Wat ik net zei, dus sommige applicaties die delen wel een repository. Ik zal even het plaatje erbij pakken, dat is wat duidelijker. dus de meeste applicaties, ik zei, we hebben er een stuk of 10, 15 nu. En de grotere, zeg maar, dus die over boeking gaan, over billing en rating, die hebben net allemaal een eigen database. Ik moet dan zeggen dat in ons geval is het fysiek dezelfde Postgres-instantie. Maar binnen die Postgres-instantie hebben ze een eigen database, eigen Postgres-database. Maar dat is in feite configuratie. Hè. Je zou net zo goed een andere Postgres-instantie kunnen pakken. Ja, het is gewoon configuratie. Maar ze hebben wel hun eigen models, hun eigen schema, migrations, et cetera. Ja, het is in zekere zin wel, maar je gaat inderdaad wel heel anders ook je data modelleren. Maar over het algemeen probeer je dus die applicaties die je hier hebt, die zijn niet zomaar zo opgezet. Dus je moet wel echt goed nadenken inderdaad van, hey, je wilt zo min mogelijk dependencies hebben, zowel in code, maar ook in data. Eigenlijk de enige relatie die we tussen die applicaties hebben in de data, is dat er vaak bepaalde ID's gedeeld worden. Hè. Dus op het moment dat je een factuur hebt, daar zit ergens een referentie in naar een verzending. Hè? Maar dat is dan wel ook weer een nadeel tegelijkertijd, want je hebt daardoor ook niet de mogelijkheid om een foreign key te maken, want het is echt een compleet losse applicatie. Maar dat zijn een beetje dezelfde uitdagingen die je hebt als je echt microservices gebruikt. En dus wat dat betreft is het voordeel ook wel dat als je daarna gaat zoeken, dan kun je ook gewoon al die literatuur die over microservices er is, die kun je gewoon hierop toepassen. En waar je vooral denk ik moet wegblijven is dat je geen transacties gaat krijgen over die boundaries heen. Maar dat is echt gewoon een kwestie van, als je dit goed kiest, als je die applicaties goed kiest, dan kom je eigenlijk die problemen ook gewoon niet tegen. Omdat je al dat soort dingen binnen die applicaties houdt. Oké, dankjewel. Wilt u weten wat Kabiza ook voor u kan betekenen? Bel ons dan voor een vrijblijvend gesprek of vul het contactformulier in.